We verliezen hier vanavond met 2-1 van FC Twente. Waar geef je het weg vanavond? Ja, de eerste 20, 25 minuten. Geef twee goals weg. Stonden we flink onder druk en konden de tweede bal niet opvangen. Hield dezelfde bal niet in de ploeg. En ja, dan gaat Twente druk en koppen ze hem twee keer binnen. Kan je verklaren waarom we zo voor de dag komen vandaag? Misschien is het een stukje scherpheid dat er niet was. Het is natuurlijk uit en boze. Dat mag natuurlijk ons niet gebeuren, maar het overkomt ons wel. En dan is het daarna repareren. En dan maken we nog de aansluitingstreffen, maar werd het uiteindelijk lastig. Heeft het ergens nog te maken met bijvoorbeeld dat je donderdag tegen Lazio speelt en dat het dan een pittige wedstrijd was waar je veel energie in hebt moeten leggen en dat het vandaag misschien net even te snel was? Nee, dat zou het ook niet mogen zijn, omdat we vaak een dubbel programma hebben gehad. Dus dat kan ik niet de schuld geven. Het is een stuk scherpte. Was er gewoon niet in de eerste 20, 25 minuten. En dan wordt het lastig. Hoe kan het dan dat die scherpte ontbreekt? Je weet dat hier in een grosveste speelt, 30.000 man. Je weet Twente, een moeilijke tegenstander. Ja, dan weet je van volgens mij moeten we iets beter beginnen dan dit. Ja, zeker. En daarom moeten we onszelf ook goed in de spiegel aankijken waardoor dit zo is gekomen. Want hier zijn we... teleurgesteld in onszelf. En dat is zeer balen. Heeft het al meer te maken met dat zij misschien heel goed stonden en heel goed begonnen? Of was het gewoon echt dat wij gewoon echt niet de energie hadden die je had moeten hebben en de focus? Ja, ik denk beide. Zij, wat ik zei, ze pakken die tweede ballen telkens op en toen bleven we onder druk staan. En valt hij twee keer ook goed op zijn hoofd. En dan is het repareren, maar werd het te laat uiteindelijk. Die twee doelpunten ook, dat waren eigenlijk twee dezelfde goals. Hè? De voorzet van rechts, inkoppen. Hoe kijk je daar tegenaan? Precies wat je zegt. Twee keer niet eens de grootste man van het veld die hem zo inkopt. Ja, daar moeten we goed op terugkijken in de beelden wat daar verkeerd ging. En dat is gewoon natuurlijk niet goed. Je omschrijft zelf die 20 minuten. Daarna kan je iets meer rust vinden en iets meer controle. En probeer wat meer te voetballen. En krijgen zij ook iets minder kansen. Dan maak je hem pas in de tweede helft. De goal, had je het idee van, we zouden nog wel met een punt weg kunnen gaan vandaag? Ja, dat was ook. Dat werd ook gezegd in de rust. Als je de aansluitingstreffer maakt, dan gaan ze ook natuurlijk die druk voelen. Dat gebeurde ook wel. En dan hebben zij nog een paar gevaarlijke momenten in de counter. Maar dan zie je wel dat we kunnen drukken. En dan valt die een paar keer net niet goed. Ja, dus was het, inderdaad, we hadden nog wel wat kansen. Je had er nog één, geloof ik. En Max had er nog één. En had je dan het idee dat misschien die aansluitingstreffer iets te laat viel? Ik kan me even niet voor de geest halen in welke minuut die viel. Dat was dat, geloof ik, 78ste minuut, zoiets. Ja, dat is vrij laat. Maar dan nog hebben we de kwaliteit om alsnog tot grote kansen te kunnen voetballen. Alleen vandaag viel het net niet. Misschien was hij iets eerder, hoor, trouwens, hoor. Maar ik heb hem ook niet helemaal voor de geest. Het mocht niet baten. Noem je dat dan een wanprestatie of is dat een te groot woord? Ja, als je naar de eerste 20 minuten, dat is een wanprestatie van ons. Daarna worden we weer ietsjes meer onszelf. Maar het was gewoon niet goed genoeg vandaag. Ik kan me heel goed voorstellen dat zeker nu je een interlandperiode hebt, waarbij je dan even twee weken geen wedstrijd hebt of één weekend, dat je juist goed wilde afsluiten. Hoe erg baal je er nog van met elkaar dat het dan niet lukt? Ja, heel erg. Het had een mooie week moeten worden voor ons. Door in Europa en dan kon je grote stappen maken, ook weer in de Eredivisie. Alleen hebben we dat helaas nagelaten.